Goedenavond, geachte leden van de raad. En de mensen op de publieke tribune. Van harte welkom. Ik open de raadsvergadering van dinsdag 27 oktober 2015. Van harte welkom nogmaals. Ik meld afwezigheid van een aantal raadsleden vanwege verschillende omstandigheden. De heer Bakhuis, de heer Boersma, de heer Van den Berg, de heer Breukelman, de heer Van der Wel en mevrouw Luiten. En voor het overige zijn wij compleet, zeg ik dan maar. De vergadering is geopend, er zijn geen mededelingen verder. Vaststelling van de agenda. Kan deze agenda uw goedkeuring wegdragen? Akkoord. Agenda punt 3. Spreekrecht bij de agendapunten. Er hebben zich geen mensen gemeld voor dit onderdeel. Dus dat betekent dat wij aankomen bij agenda punt 4. De actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? Dat is niet het geval. Agenda punt 5. Het vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 13 oktober 2015. Geen reden om opmerkingen vooraf te maken. Ook geen aanleiding zie ik. Akkoord. Daarmee is de besluitenlijst vastgesteld. Al dus besloten. En dat brengt ons bij agenda punt 6, de bespreekstukken. In dit geval 1 een bespreekstuk. En dat gaat over het meerjarig perspectief voor de huisvesting van het basisonderwijs in Hardenberg. Wie heeft de behoefte om daarover het woord te voeren? Het CDA, de VVD en anders zie ik geen handen. Ik begin bij het CDA. De heer Dogge. Dank u wel, voorzitter. Met het integraal huisvestingsplan Stippen op de Horizon hebben we in 2013 een grote stap gezet hoe om te gaan met de huisvesting van ons basisonderwijs in de toekomst, waar sprake is van minder basisschoolleerlingen. Dit plan is in samenwerking met alle basisscholen tot stand gekomen en kent dan ook een breed draagvlak. We zijn inmiddels weer 2 jaar verder en de eerste stippen op de horizon komen in beeld. Nieuwbouw van scholen als bijvoorbeeld in Lutten, maar ook sluiten van scholen als de Kastanjehof hier in Hardenberg. Dat alles in het kader van goed onderwijs, dat vraagt goede onderwijsvoorzieningen, dus ook goede huisvesting. In overleg met de verschillende schoolbesturen is er, zeg maar, een update gemaakt, waarin nadrukkelijk gekeken is naar de in de toekomst liggende verdergaande samenwerking en samenvoeging. Nieuwe stippen worden gezet waarbij vastgesteld moet worden dat in een aantal gevallen nu al bekend is dat de huidige schoolgebouwen die stip niet halen, zowel fysiek als onderwijskundig niet. Het nieuwe meerjarenperspectief laat geen andere keuze dan aanvullende investeringen en renovaties. Kortom, er moet gemeenschapsgeld bij voor een goede uitvoering van een breed gedragen huisvestingsplan. Het college heeft aan de hand van nu nog ruwe kengetallen een voorzet gegeven van de extra structurele lasten die dat met zich mee gaat brengen. En het college stelt de raad voor de benodigde structurele middelen bij de begroting 2016 beschikbaar te stellen, mits voldoende dekking aanwezig is. Vanavond stemmen we dus eigenlijk alleen over de vraag of we instemmen met het hernieuwde meerjarenperspectief onderwijshuisvesting. En wie kan daar nu tegen zijn? Dat onderdeel had wat ons betreft een hamerstuk mogen zijn. De vraag van de dekking wordt doorgeschoven naar de begrotingsbehandeling. Prima, daar kunnen we de integrale afweging maken. Daarbij van onze kant nog wel 1 vraag. In de begroting 2016 zijn de bedragen opgenomen zoals die zijn bepaald met de, ik noem het al, ruwe kengetallen. De vraag is dan, klopt het dat wanneer de financiële plannen, de plannen, verder worden en zijn uitgewerkt, ik neem dat dat na de begrotingsbehandeling zal zijn, de raad dan ook eerst een besluit over de werkelijke kredieten en dus de werkelijke lasten voor de begroting gaat nemen. Tot zover een eerste termijn, voorzitter. Dank u wel voor uw bijdrage. De VVD, de heer Reiling. Ja, dank u wel, voorzitter.
In de oriënterende ronde heb ik namens de VVD-fractie een aantal vragen gesteld. Maar de antwoorden hebben ons doen besluiten om dit agendapunt niet af te laten hameren. Vooropgesteld, vanzelfsprekend onderschrijven wij de doelstelling om de Hardenbergse jeugd van goed onderwijs te voorzien. En dat onder andere deugdelijke gebouwen daarvoor een voorwaarde is. We hebben nog een aantal aandachtspunten, zeker uw vragen. In de oriënterende ronde hebben we al aangegeven dat de passage, dat betekent ook dat schoolbesturen er geen rechten aan kunnen ontleden, tevens voor raad en college moet gelden. De wethouder heeft aangegeven dat dat zeer zeker het geval is. Elk nieuw financieringsvoorstel wordt afzonderlijk aan de raad voorgelegd en kan getoetst worden. Daar willen we genoegen mee nemen. Dan nog een paar vragen. Sinds de overheveling van de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud per 1-1-2015 heeft de gemeente op geen enkele verantwoordelijkheid meer waar het gaat om het onderhoud van de schoolgebouwen. Op de vraag of alle scholen al zijn overgedragen, gaf de wethouder aan dat de scholen niet zijn overgedragen, maar dat ze wel verantwoordelijk zijn voor het buitenonderhoud. De matrix is nog niet overgedragen en moet nog ondergebracht worden in een beheersstichting. Waarom is dat nog niet geregeld? B. Wat is de actuele stand van zaken met betrekking tot deze overdracht? En C. Hoe het wordt geregeld en op welke termijn? 2. Regeren is vooruitzien. Uit de nieuwsbrief van de Marsweide blijkt dat u in gesprek bent met de matrix om op hele korte termijn uit te breiden met een aantal lokalen. In dezelfde nieuwsbrief staat dat zij de verwachting en de hoop uitspreken dat zij met 2 groepen in de aanstaande kerstvakantie kunnen verhuizen en dat zij in mei 2016 al bijna weer vol zitten. A. Klopt deze informatie? En zo ja, waarom staat dit niet in het meerjarenperspectief? En B. De nieuwbouwontwikkeling op de Marslanden loopt ver, heel ver achter de prognoses. Hoe kan het dat deze school dan nu alweer uit haar jasje gegroeid is? Kan de wethouder hier een verklaring voor geven? En wat wij ons denk ik ook kunnen afvragen, is het dan wel zo verstandig geweest om de Kastanjehof te sluiten? Misschien wil de wethouder daar ook nog weer op reageren. Derde vraag. Voor 2018 staat voor de wijk Baalder nieuwbouw op de rol. Openbare basisschool Baalder en de Albertus Ricceershof, 205 leerlingen volgens het IAP. Klopt het dat deze twee scholen samengaan in één schoolgebouw? Punt 4. Vorig jaar is de beslissing gevallen om de Kastanjehof met 152 leerlingen te sluiten. In het overzicht in het integraal huisvestingsplan zien we een groot aantal kleinere scholen, 13 kleiner dan 100. Het behouden van een goede bereikbaarheid van het basisonderwijs in het buitengebied is een van de doelstellingen in het IHP. In hoeverre is het verantwoord om die 152 leerlingen uit de kern van Hardenberg zover te laten rijden voor kwalitatief goed onderwijs? Hier zou ik graag de reactie van de wethouder op willen horen, maar misschien ook wel van de andere fracties. Ten slotte, in de oriënterende ronde hebben we aangegeven dat gezien de krimp, volgens de IAP loopt het aantal leerlingen terug van 6200 tot 5300. En gelezen de opmerking in het voorstel, dus moeten de kosten van huisvesting en exploitatie structureel omlaag, minder maar beter, bevreemdt het ons dat structurele kosten omgekeerd evenredig heel fors stijgen. Wij onderschrijven het ambitieniveau om goed kwalitatief onderwijs en daartoe goede schoolgebouwen te organiseren. Maar vragen ons oprecht af, zeker ook gezien de voorliggende begroting 2016, of de prioriteit welke we aan het onderwijs willen geven wel gehaald kan worden. Het investeringsplafond is in zicht. Dank u. Dank u wel. Een aantal vragen nog van de VVD zeide over dit onderwerp. Waarbij ik me afvraag of de Kastanjehof nog in die zin actueel is. Omdat dat al een discussie is geweest, zeg maar, die is gevoerd. De heer Stelpstra, u heeft een vraag. Ja. Voor de heer Reijer. Er werd een vraag gesteld aan de raad en die ontging mij net.
zou ik die willen herhalen. Met graagte. Vorig jaar is het besluit gevallen, of ruim anderhalf jaar geleden is het besluit gevallen om de Kastanjehof dicht te doen. Er zit nu alweer een groeiverwachting in voor de Matrix op hele korte termijn. Kerstvakantie. En voor de zomervakantie moeten er waarschijnlijk daar alweer lokalen bijgebouwd gaan worden. Ja. En dan vind ik, dan moet je bij jezelf te raden gaan van, is het wel een verstandig besluit geweest om de Kastanjehof, gezien hetgene wat we nu weten, om die dicht te doen? Akkoord, duidelijk. Voorzitter, mag ik direct weer? Heer Kloekhorst, ja. Heer Weiling, ik heb het idee dat u op het verkeerde podium staat. U moet zich wenden tot de Grono. Wij hebben dat besluit niet genomen. Akkoord. Ik stel voor dat we ook even naar de wethouder gaan om antwoord te geven op de vragen die nog zijn gesteld. Door de VVD, maar ook het CDA heeft nog een vraag gesteld over in hoeverre de Raad nog bij de verdere financiële plannen weer aan bod komt. Voorzitter, dank u wel. Even een paar zinnen als inleiding. Tot voor, heel kort, hadden wij zeg maar een reactief onderwijsbeleid. Waarin iets van 48 basisscholen, de school vroeg wat en wij gaven wat. Als het aan de voorwaarden voldeed en als we het deden. Zat daar veel visie in? Zat er veel stuur in? Ja, wel financiële visie moest allemaal wel kloppen. En per school moesten de leerlingen een aantal kloppen. En dan deden we dat. Dat was in een tijd waarin er nog meer kinderen kwamen. Nu zitten we in een tijd waarin het gaat krimpen. We hebben het gehad over grofweg 1000 basisschoolleerlingen minder dan we vroeger hadden. In dat verhaal hebben we met elkaar stippen op de horizon vastgesteld. Hebben we gezegd, van we zitten met een groot bestand aan scholen, ook veel kleine scholen. We zitten ook met een aantal oude scholen, die vragen op een gegeven moment ook wat er moet gebeuren. Hebben we gezegd, wij gaan naar minder scholen, die passen bij het aantal kinderen. En we laten scholen zoveel mogelijk samenwerken. Daar hebben we de scholen ook zelf voor gekozen. Dat is ons gezamenlijk verhaal geweest. En dan samen onder een dak, waar het kan. En dat betekent dat in de grote kernen wat grotere scholen, om ook op het platteland het mogelijk te maken, dat je daar wat kleinere scholen houdt om de basisscholen bereikbaar te houden. Dat was het verhaal. Dat is stippen op de horizon. En daarvan hebben we gezegd, korte termijn, middellange termijn, lange termijn zal dat betekenen dat er een aantal scholen aangepakt moeten worden. Dat was in de tijd van de verkiezingen. Toen hebben we eigenlijk met stomme kokend water bij het coalitieakkoord nog gezegd, voor die eerste scholen van die eerste termijn, voor de eerste vier, willen we nu even wat geld organiseren. Dat hebben we ook met elkaar afgesproken, zodat Lutten, Waterink, ARS, OBS alvast verder kunnen. Wat we daarna moesten doen, dat stond ook al in het verhaal, PM, zei ja, maar als je een verhaal hebt voor de lange termijn, 30, 40 jaar, dat betekent voor een aantal scholen dat ze pas later aan de orde zijn. En dan zou je aan de voorkant hier en daar ook nog wat levensverlengende maatregelen moeten nemen, gecombineerd met onderhoud. Dat moest nog ingevuld. Daar hebben we nu ingevuld. We hebben het verhaal over de nieuwbouw voor alle scholen ingevuld voor een hele lange termijn. We hebben nu de eerste 10 jaar ervan laten zien. En ook de renovatie waar nodig is. En als renovatie nodig is, betekent dat per definitie dat de nieuwbouw ook op een verdere termijn doen, anders is kapitaalvernietiging. Nou, dat is een beetje het verhaal. Dus eigenlijk is het verhaal van stippen op de horizon, dat is het kader. En is dit verhaal de nadere invulling? Dat doe je dus op een aantal kaders, op een aantal kosten, eenheden waarvan je zegt van zoveel leerlingen ongeveer, de kost nieuwbouw ongeveer 25% ervan, daar een deel van. Betekent dat wij voor elke school precies twee keer 12,5% doen? Nee, maar dat is de maat waarin we nu even meten. Maar we gaan straks per school even helemaal fine-tunen. Het kan best zijn, daarom staat het er ook in, we gaan een aantal keren nog herijken. Want dingen veranderen. Daar zouden we nu al voorbeelden van kunnen noemen. Nou, dus gaan we zeggen, laten we nou voor de komende 4 jaren de geplande uitgaven alvast zichtbaar maken in een miljardenperspectief. Het is natuurlijk wel even nodig, omdat wij tot voor kort een onderwijshuisvestingsreserve hadden. En die hebben we nu niet meer. Dat als wij hem nu niet zichtbaar maken, dan kunnen we niet investeren in scholen de komende jaren. Dus die laten we nu voor de komende 4 jaar zien. Die zijn al redelijk concreet. En u stelt hem alleen maar vast voor het eerstvolgende jaar. En dan nog, en dan kom ik bij het CDA, als wij dan een concreet plan maken en we gaan een concreet uitvoeren, noem hetzelfde als wat we in Lutten ook gedaan hebben,
kijk, dit is het plan Lutte, dit is het nu precies geworden. Naar aanleiding van de kengetallencijfers is dit het precieze maatwerk geworden. En dan leggen we bij renovatie, vernieuwbouw ook uit. Dit is renovatie en dit is ons deel en dat is levensverlengend en daarom is het van ons. Het grote voordeel is, het is een plan waar we met z'n allen over eens zijn. We zijn dus van de achterkant nu naar de voorkant. We zijn proactief bezig en we weten met welk doel we dingen doen. Dat is denk ik de grote winst van dit verhaal. En ja, zeker, we nemen de gemeenteraad mee per plan. De vraag van het CDA. En dan naar meneer Reiling. Er zijn geen rechten aan verbonden voor al die jaren. Nee, dat staat ook expliciet in het verhaal. Want uiteindelijk zult u voor elk plan toestemming moeten geven. U moet wel even goed kijken straks bij de begroting van 2016. In principe stelt u dan geld beschikbaar, zodat wij dat geld hebben en daar ook plannen mee kunnen maken. En die kan dan alleen nog afgeschoten worden als het gewoon een slecht plan is. Maar ik wil ook niet het verhaal iets hebben van, dus is het allemaal heel erg vrijblijvend wat wij hier doen. We zetten wel een lijn hier met elkaar. Wij willen naar een toekomstgericht passend scholenbestand. Goede scholen, minder, maar beter. Passend bij het aantal leerlingen waar je goed onderwijs kan geven. Ja, en dan gaan de kosten voor de buiten. Het kost meer. Ja, de eerste jaren kost het wat meer. Maar de winst komt straks, want als we de goede bestanden hebben, hebben we daar heel lang heel veel plezier van. En op de lange termijn zullen we goedkoper uitkomen. Maar dat is wel vaker zo, als je wat wil. Eerst investeren kost wat meer en later krijg je de winst terug. Ja, en dan gaat u heel concreet in op een paar voorbeelden. Ik moet heel erg zeggen, ik ben niet zo heel gecharmeerd van de opmerking over het Kastanjehof in relatie tot het buitengebied. Wij willen in het buitengebied een paar scholen openhouden. Dat doen we voor de bereikbaarheid. En dan gaat u vragen stellen van, het is toch wel heel erg dat een kind uit het centrum nu naar Baalde moet naar school, of naar Baaldeveld moet naar school, of naar de Heemse moet naar school, of naar de Marsland. Dat is wel heel erg ver fietsen. Ik vind dat niet in verhouding staan tot het openhouden van scholen in het buitengebied. Ik ben daar een beetje scherp in, maar ik vind dat echt de verkeerde discussie. En ja, inderdaad hebben wij geen school gesloten, maar dat heeft de school zelf gedaan. Zeg van, in ons bestand van scholen is het nu verstandig om het zo te doen. En u weet ook dat er leerlingen van buiten het centrum naar het centrum fietsen, die dat dus nu ook niet meer hoeven te doen. Dus wij gaan daar niet helemaal over. Je kan zelf discussie gaan, maar gaan we er überhaupt wel over? Mag ik u, ja? Voorzitter, mag ik een vraag? Dat kan. Kijk, ik snap wel dat Grono in principe bepaald heeft dat die school dicht zou moeten. Alleen als er dadelijk een uitbreiding komen, dan komen ze toch weer bij ons terecht. Dus we gaan er net zo goed over, vind ik. Maar wij hadden, ook dat was hier een verhaal, dat paste dus weer op stippen op de horizon. Als wij, en daarom begon ik ook met die inleiding en daarom pak ik me nu maar even terug. Als wij op het platteland wat meer wat kleinere scholen willen openhouden, dan zullen wij in de grote kernen naar iets grotere scholen moeten. En Grono had in dit geval er 5 en het worden er nu 4 in Hardenberg. Waar een aantal leegstand hebben die daar dus ook prima kunnen opvangen. Er zit nog 1 groeiwijk in. Dat is Marslanden. En inderdaad, als Marslanden helemaal volgroeien, zullen we er echt nog een heel stuk bij aan moeten bouwen. Dat wisten we overigens al jaren dat het moet gebeuren. Dat zijn we nu een beetje, wij hadden eerder al gedacht dat het nu al zou moeten. Dit is dus eentje die we nu alweer naar achteren geschoven hebben. Het blijft een dynamisch plan. Hij staat nu op een ander jaartal als we stippen op de horizon, denk ik zelfs. Wat hebben we daar gedaan? We hebben in het gebouw zelf meer ruimte gemaakt, flexibele wanden enzovoort. Een aantal organisaties, onder andere het stafbureau van de Grono zat daar, is daar uitgegaan, daar is ruimte gekomen. En daar kunnen we nu met flexibele wanden een aantal lokalen maken, zodat we nog een aantal jaren verder kunnen. Ik geloof, ik heb niet precies in mijn hoofd, dat in het plan zoals hier nu staat, de nieuwbouw in 2020 staat. Nou, dat kan zijn 2020, dat kan 2018 zijn. Daar heeft er ook alles mee te maken met hoe snel de woningen weer gaan komen en hoe snel er meer kinderen komen. Maar dat dat een keer gaat gebeuren, dat wisten we al een paar jaar en dat gaat een keer gebeuren. Maar we zijn nu met slim beleid dat een beetje aan het uitstellen om, kijk, als je het daar moet doen, kost het geld. Want 1 lokaal daarbij bouwen kan niet. Moet je vleugel bouwen direct. Moet je ook voor de toekomst. Dus moet je zo lang mogelijk uitstellen, zodat je in 1 keer even die vleugel kan bouwen en hem ook kan vullen.
en dan goedkoper kan zijn. Want anders dan heb je een aantal lokalen die een tijdje leeg staan. Nou, dat is weer dat maatwerk zoeken samen met de school. En met de beide scholen overigens, want we moeten maar even kijken wanneer dat precies is. Dan hebt u nog een paar vragen. Even kijken. Dat was de matrix. En is het verstandig geweest kastanje af te sluiten? Ja, dat scheelt wel heel erg in exploitatie. En daardoor maak je dit mogelijk. ARS, OBS in één gebouw. Ja, dat is wel de bedoeling. En daar gaan we nu ook naar werken. En we gaan dus een plek zoeken. Dan even kijken hoeveel leerlingen zijn er. Hoe groot moeten die scholen dan zijn? Ja, en dan heb ik hem gehad. En dan is uw verhaal van, lukt het allemaal? Ja, dat is ook een van uw afwegingsrechten bij de begroting. Daarom staat er ook dat u elk jaar voor de begroting het geld beschikbaar stelt. Maar we laten het meerjarenlijntje iedere keer wel even zien. En die schuiven we ook wel iedere keer door. En dan is het van, ja, ga ik het hiervoor doen? Of ga ik het voor de straatlantaarns doen? Of voor weet ik wat? Dat is de afweging die we steeds met elkaar moeten maken. Maar het is de verantwoordelijkheid van het college om u te laten zien wat er ongeveer aan gaat komen als u op deze lijn die we nu uitstippelen verder wilt. Ik dank u wel. Akkoord. Dank voor uw uitgebreide beantwoording. Ik kijk rond. Is er behoefte aan een tweede termijn? Ja, ik mis nog de overdracht van de matrix. Die heb ik u gevraagd. De heer Reiling. Mis nog een vraag. Dat nemen we even mee in de tweede termijn. Overdracht van de matrix. Ja, die staat niet in direct relatie tot het stuk waar we nu beslissing over nemen. Maar ik wil u best toezeggen dat ik dat nog even schriftelijk ga doen, want ik heb dat allemaal even niet precies bij de hand. Dat moet er inderdaad nog even geregeld worden. Het heeft natuurlijk alles te maken dat het een verzamelgebouw is, dat er van allerlei andere dingen in zitten. Dus dat vraagt een beetje van Johnny. Die notitie kunnen we maken. U komt daarop terug met een notitie in de richting van de gemeenteraad. Akkoord. Anders nog in de tweede termijn. Mag ik overgaan tot de stemming? Dat is akkoord. Behoefte aan een stemverklaring. De fractie van de ChristenUnie en D66 ook. De ChristenUnie allereerst. De heer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie is dankbaar voor de unieke samenwerking van de scholen in de gemeente Hardenberg met de stip op de horizon. Wij kunnen ons vinden in dit voorstel en staan achter de renovatiemogelijkheden die worden gezocht. Wij zien dan ook met belangstelling uit naar verdere uitwerking van de toekomstplannen en wensen de betrokkenen veel succes met deze en volgende bouwstenen. Akkoord, dank de D66-fractie, de heer Roldemond. Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk sluit ik me aan bij de woorden van de heer Stelpstra. Ook wij vinden de samenwerking tussen de scholen heel erg mooi. Het plan sowieso ook en dat ook besluitvorming op de juiste momenten wordt voorgesteld. En daarom kunnen wij dan ook instemmen met dit voorstel. Akkoord, dank. Ik maak een ronde. Ik heb aan de orde het voorstel rondom de meerjarenperspectief huisvesting basisonderwijs in Hardenberg. Kunt u instemmen met dit voorstel? Fractie van het CDA, akkoord. Leefbaar Hardenberg, akkoord. ChristenUnie, akkoord. VVD, akkoord. D66, koerspunt nu. GroenLinks en Partij van de Arbeid, ook akkoord. En daarmee is het voorstel menig stemmen aangenomen. Dank daarvoor. Brengt ons bij de hamerstukken van vanavond. Daar is een stemverklaring over mogelijk. Agendapunt 7. De toeristenbelasting en de forensenbelasting. Geen stemverklaring. U kunt instemmen met dit voorstel. Wel een stemverklaring. De heer Odink, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. In de oriënterende ronde heeft de ChristenUnie gevraagd om een tweetal onderzoeken. 1. Om direct na afloop van het seizoen 2016 een onderzoek te doen en bij iedereen de nachtverblijfsregisters op te vragen, zodat in het najaar van 2016 al kan worden bekeken of de tarief en toeristenbelasting voor 2017 misschien lager kunnen worden vastgesteld dan de nu voorgestelde 97 cent. En 2. Om de voor- en nadelen te onderzoeken voor een mogelijke vermakelijkerende retributie. Hierin kregen wij geen instemming of toezegging, maar desondanks zijn wij akkoord met het bereikte resultaat wat nu in het raadsvoorstel voor ligt en zullen wij ook hiermee instemmen. Akkoord, dank u wel. Anderen niet. Kunt u instemmen met het voorstel zoals het voor ligt, toeristenbelasting, forensenbelasting? Akkoord. Ik zie iedereen knikken. Positief. Daarmee is dit voorstel algemene stemmen aangenomen. Agenda punt 8. Vaststelling verordening leerlingenvervoer, gemeente Hardenberg. Stemverklaring. Niet het geval. U kunt instemmen met dit voorstel. Ook dit voorstel wordt unaniem aangenomen door de aanwezige leden hier. Agenda punt 9,
Vaststelling bestemmingsplan buitengebied Hardenberg, Veenlandweg 5 in Brugt. Behoefte aan een stemverklaring. In ieder geval, u kunt instemmen met dit voorstel. Algemene stemmen. Akkoord. Akkoord. Agenda punt 10. De lijst met ingekomen stukken tot en met 13 oktober 2015. U kunt instemmen met wijze van afdoening. Akkoord. Dank. Dat brengt ons bij agenda punt 11. De rondvraag. Behoefte om gebruik te maken van de rondvraag is er niet, constateer ik. Daarmee zijn we bij agenda punt 12. De sluiting van deze raadsvergadering van dinsdag 26 oktober, 27 oktober. Ik dank u voor uw bijdrage en ik sluit de vergadering. De oriënterende ronde begint om 19:30. Dank u wel.